Het Feest van de Natuur, georganiseerd door het IVN, werd dit jaar gevierd in het Doepark bij het Natuurhuis. En er was van alles te doen. Hey Lize, hoe is het hier vandaag? Ja, heel goed. We hebben een hartstikke mooie dag. Vandaag is het Natuurfestival, Fête de la Nature. Dat vieren we op het Natuurhuis in het Doepark. En er zijn echt heel veel bezoekers en het weer, het zonnetje schijnt. Dus echt geweldig. Grote belangstelling? Ja. Vorig jaar waren er 300 mensen en dit jaar hebben we het overtroffen. Dus er zijn al meer dan 300 mensen gekomen vandaag. Kunnen ze hier allemaal eigenlijk doen? Wat is het doel eigenlijk van Fête de la Nature? Nou, met Fête de la Nature kan je de natuur vieren. Dus iedereen die heeft, zijn allemaal opdrachtjes. Je kan kano varen, zaadbommen maken. Bij de Imker een kijkje nemen. Zelfs bij de scouting, marshmallows bakken. Dus eigenlijk te veel om op te noemen. En het is grotendeels allemaal gratis. Dus echt om de natuur te ervaren, te beleven en om hier een leuke dag te hebben. Ah, ik zie een padvinder, of heet dat zo niet meer? We luisteren er nog steeds naar. Ja. Het is tegenwoordig is het scouting. En we zitten hier in het Hageborgpark om een beetje naamsbekendheid te krijgen. Nou hebben jullie hier kano's, hè? En waar zit de Kennedy groep? De Kennedy groep zit aan de bosrand, ja. Midden in het centrum. En die kano's dan? Volgens mij is er geen water. Wij kanoen regelmatig op het Indiëterrein en anders in het Schilverspark. Kastjes en ze zijn niet altijd bezet en denk altijd naar nou, wat zon. Ja. En dat geldt voor alle duiven, de horenduif, de Turkse toren en voor de houtduiven, alle die zien dan op mijn brood. Kan ik er een stempel op doen? Weet jij hoe laat het is? Dan wat je vindt. Oh, nou is het wel zo, zijn de hele dag zijn we hier al aan het scheppen geweest om te vinden. Marlie, wat doet het immerschoer hier? Het immerschoer is hier vandaag en die laat zien wat je bij de imker kunt doen zoal. En we hebben zelf bijen meegenomen, dus de kinderen kunnen ook kijken en zoeken naar de koningin. En dan krijgen ze direct een kijkje in de kast. Wat is eigenlijk het verschil tussen een wesp en een bij? Ik bedoel, je kan prikken krijgen, hè? Ja, een bij die heeft een angel van eigenlijk een vishaak, zeg maar. Als die prikt, dan kan die niet meer terug en dan gaat de angel eraf en dan gaat de bij dood. En de wesp, die heeft gewoon een naald en die kan zo weer wegvliegen.